Nieuwe vlog. Ja. Met Tess. Twee zieke vogeltjes op een bank. Twee zieke gehandicapte vogeltjes met gebroken vleugels. We zijn allebei ziek, maar we zijn toch hier, want wat zijn we aan het doen? Opnames voor Inside Gamer. En we hadden een soort van de eerste opnames gehad vandaag. En toen gebeurde er iets en toen kwam jij terug. Je straalde. Je schitterde als een zon in de zomer. Ik snap niet waar jij... Wat? Je had een comment gelezen. Oh. Van een van onze reageerders. Ik had een positieve comment gelezen, dus ja, dan ben ik wel zo ijdel dat ik denk, ach, ik ga er weer tegenaan. Er op zulke dagen zoals deze, dat je eigenlijk gewoon in je bed wil blijven liggen en denkt, allebei verkouden bent en je longen oprochelt. Ja, complimenten werken, dat is denk ik wel het thema van deze vlog. Mooie broek. Dankjewel, leuke trui. Zo zijn wij. Ik word er ook vrolijk van. Ja. Maar wat had je nou, want je had ook iets geleerd, wat je nu wilde gaan doorvoeren in het programma. Oh, je bent zo kinderachtig. Waarom moet je het weer gewoon... Zo van iets wat positief is voor mij. Dit is positief. Ga je gewoon weer op jezelf betrekken. Nee, helemaal niet. Jij zei... Oh, super tof, Tess. Het is wat serieuzer. Je laat Simon uitspreken. Daar ging het niet. Maar jongens, jullie begrijpen niet. Als je hem soms niet tegenhoudt, gaat hij gewoon door. Als een soort van sneltrein naar fucking Frankrijk. En we hebben maar 20 minuten voor een show. En hij gaat gewoon rustig 20 uur praten over dat dit de beste game ooit is. Wat hij trouwens bijna elke week zegt over een game. Ben ik de enige die dat door heeft? Of... Elke Iemand. Week komt er een net iets beter game uit dan de week ervoor. Nee, oké, okay, want je hebt vandaag twee keer in dezelfde aflevering gezegd. Dit is de beste game van het jaar. De grootste game, zei ik. De grootste. Misschien dat je nuanceert, heel klein beetje, waardoor het misschien wat niemand door heeft. Door de buigel gaat. We hebben het over de grootste game van het jaar gehad. Het is natuurlijk... Destiny. En wat ik echt een fucking... En toen daarna zei je Wolfenstein. Eén van de beste games van het jaar is Wolfenstein, denk ik. Vaag. Het is vaag. Het is maar wat. Het is balanceren op een randje. Op het randje. Grijs gebied. Ja. En ik denk, laat ik deze vlog gebruiken, eigenlijk om stiekem op deze bank even te chillen. Ach, ik wil slapen. Het is zo fucking warm in de studio, het is 80 graden in die lampen. Ja. En dan staan we daar als twee kippen zonder koppen. Ze vonden ons een beetje vervelend vandaag. Dat zou kunnen. Omdat we allebei ziek zijn, dan mag het. Ja. Je kunt ook geen zieke verlof opnemen als je... Nee. Ik dacht van, ik hoop dat Tess afbelt vanochtend. Ik had zoiets van, jij moet afbellen. Jij had al 2 weken kort, dus jij had best wel een soort van... Genoeg reden om echt af te bellen. Ja. Ik was net terug van een soort van vakantie. Jij hebt een beetje laten vallen. Ik moest misschien vandaag zelf afbellen. Maar nu is het te laat en nu staan we hier dus. Ja, voor jullie. Deze vlog op te nemen die eigenlijk niet echt ergens heen gaat. Over gaat. Maar weet wel, door het opnemen van deze vlog hebben wij even een momentje kunnen pakken om in een iets koelere ruimte op een bank te zitten. Met onze hoofden vol snot. Dat is ook belangrijk. Ja. En soms zijn het de dingen die een soort van oppervlakkig lijken. Uiteindelijk heel diep. Het diepste. Wil je nog iets zeggen? Denk daar maar eens over na. Ik ben nu net een soort filosofische tekst eruit aan het gooien. En zeg je, ja, wil jij nog wel iets zeggen? Nee, waar hebben we het vandaag allemaal over gehad? Child of Light komt helaas niet in de show. Door die gast daar. Ja, film hem ook maar eens. Martin Schult. Wat is de reden daarachter? Nobody knows. Omdat we een vredere game aan het doen zijn. Nee. Child of Light hadden wij allebei fucking... Wilden we. Ik wil niet van Child of Light ook in de uitzending vandaag. En dat is me ontnomen. Ik heb nul macht. Misschien kan je één rijmpje doen. Ter nagedachtenis van Child of Light waren we deze programma kwijt. Over en uit. Child of Light is de game die we vandaag hebben vermijd. Ga je nu... Child of Light. Aan die game heb ik geen scheid. Child of Light. Het hoofdpersonage is een mooie frisse meid. Kun je je voorstellen dat je dus in de studio staat. Child of 40 Light. Graden. Met koorts. En dan heb je dit. Mijn hond heeft een overbite. Child of Light. Gaat me door. Als ik die game niet speelde, had ik nu spijt. Tot morgen.